Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij op bezoek Robert Vernooy, vertaler en schrijver, maar ook karateka. Zeg ik dat goed, karateka? Ja hoor, klinkt heel aannemelijk. Jij bent een schrijver, een vertaler, maar je bent ook dus bezig met karate. En dit is eigenlijk een karateboek. Of een boek over vechtkunst, waar plezier om lichamelijk bezig te zijn en na te denken over wat een ritueel gevecht is, eigenlijk van iedere pagina afspat. Ja, maar ja, karate is een uitgangspunt, maar eigenlijk wil ik het hebben over de manier waarop je in bredere zin met stress en conflict situaties omgaat. Dat is wat hopelijk het boek ook interessant kan maken voor mensen die denken karate, dat is Het zijn van die beelden, het blijft nog een beetje hangen, een beetje Bruce Lee-achtig, dat je er gekke geluiden bij maakt en rare tronies trekt. Maar het is ook gewoon hoe je in een gesprek reageert op mensen, dat je dingen op je af kan laten komen, dat je er open in zit, dat je niet meteen in het defensief schiet of juist in het offensief. Dat is een vrij defensieve opening dan misschien. Maar let op, dit boek Van de Weg naar de Straat heet het, met als ondertitel Krijgskunst als Levenskunst. Daarin kwam ik vrij snel bij het grote concept belichaamde cognitie. Ja. En ik dacht, dat is misschien ook een goede manier om de strekking van het boek al uit te leggen. Want wat is het nou dat de mens de reden heeft en daar erg op koerst in de moderne wereld, door studie, maar sowieso al, rationeel wil zijn, erg in de linker hersenhelft zit, en dat jij dat boek opent en eigenlijk zegt van, hey, belichaamde cognitie, dat is eigenlijk het uitgangspunt waarvanuit ik schrijf. Ja, en het is ook een perspectief waarvan ik hoop dat het ons een uitweg uit tal van politieke, economische en ecologische crisis kan bieden. Dat westerse individu, dat discours daaromheen, dat eigenlijk steeds verder is toegespitst, dat is iets wat in mijn opinie mensen heel erg scheidt van elkaar en van de omgeving. En binnen die scheiding is er dan ook nog een interne scheiding bij mensen aangebracht, de Cartesiaanse scheiding tussen lichaam en geest. En dan denk ik, nou, maar die drie, lichaam, geest en omgeving, die staan in voortdurende interactie met elkaar. Die bepalen elkaar, die zijn onderling afhankelijk. En dat is ook het uitgangspunt van die belichaamde cognitie. Henk Oosterling spreekt van doen, denken, met een tweepoot. Dat vind ik ook een hele mooie omschrijving. Ik ben gewoon jaloers, want ik maak ook wel eens een neologisme. Deze had ik graag willen maken, maar te laat is al gemaakt. Maar het is een mooie omschrijving van waar je mee bezig bent bij dat Boedo. Doen, denken. En Boedo, dat is de weg van de krijg. Ja, dat is gewoon de makkelijkste vertaling. En het is een soort verzamelnaam voor al die moderne kunsten. Zoals judo, aikido, karate-do, kendo, kyudo, jaido. Nou, er zijn er nog een heleboel andere do's. Allemaal wegen, maar die vallen onder die overkoepelende noemer van het Boedo. Ja. En het bijzondere aan die Boedo, aan die weg van de krijg, is dat het ook een weg van de geest is. Ja. Dus die belichaamde cognitie zit daar ook in. Het zijn sporten, dacht ik, maar toen ik je boek las, wankelde ik daar ook weer een klein beetje over. Want het zijn dus eigenlijk sporten waar een hoop geestestechnieken, laat ik het zo zeggen, bij komen kijken. Dus ja, maar dat moet aan alle kanten, moet je dat nuanceren. Want enerzijds, heel veel mensen zeggen, ik doe een vechtsport. Maar sport is voor mij iets wat competitie impliceert. En dit is ook voor mij een manier om juist die competitie, die wedijver, te boven te komen. En dus ook een weg uit de rat race, waaraan we in een westerse neoliberaal discours voortdurend onderworpen zijn. Ja, dat vond ik trouwens een mooi woord, dat wedijver. Je zou het kunnen contrasteren met concurrentie in de economie. En dat is toch geen wedijver, hè? Bij wedijver is er een gemeenschappelijk spel waar je binnen blijft, waar regels in bestaan en waarbinnen je wel heel veel concurrentie hebt, maar op een menselijke manier met het oog op het gestalte geven aan het spel samen, waardoor je niet die slag van winst en verlies hebt die zo heftig is. Waardoor je eigenlijk nooit echt losers hebt binnen een wedijver, maar je vecht om het mooie spel. En dan, heel Huizinga dus achtig. Ja. Maar het zit ook in dat kom.
van competitie. Dat je samen aan het streven bent aan iets. En dat je in dat samen streven en die wedijver elkaar op een hoger plan tilt. Het mooie, het zit ook in het woord concert, concertare. Dat ook dat element van wedijver heeft, maar ook gezamenlijkheid. Zoals de solist in een concert, ja, wedijvert met het orkest. Maar tegelijkertijd zijn ze voortdurend in wisselwerking en op elkaar betrokken. Ja. Nou ja, dan hebben we nu al zeg maar, drie thema's die ik graag zou verder zou willen uitpakken met je. Dus die gemeenschappelijkheid van het leven. Graag beredeneerd vanuit de sport. De weg. Het moeten gaan van een weg of het willen gaan van een weg. Dat zit overigens al in het Griekse woord van methode. Hè? Dus de methodos. En de weg heeft in die zin ook een versmalde betekenis tegenwoordig in de wetenschap. Je kunt ook een bredere methode hebben. En dan vind ik dat budo wel een mooi woord. Hè? De weg die je moet gaan. De kwesten die je moet maken. Ja, maar toch ook het lichaam. Dus laten we die drie nog eens even verder expliciteren wat dat nou betekent. Ja. We beginnen misschien bij het lichaam. Het lichaam is veronachtzaamd in heel veel theorie, denk ik. Heel veel theorie gaat over de mens als een belichaamd wezen, maar dan de mens die een lichaam als instrument heeft, eigenlijk. Ja, een beetje alsof iemand in een autootje zit en daar rijdt hij dan in rond. En die geest is dan degene die dat autootje aanstuurt. En ik denk dat een heel erg fout beeld is van hoe je belichaamd bent. Ook wederom in relatie tot je omgeving. Dat lichaam dat wil van alles. Ja. En dat kan een heleboel. Maar als dat lichaam samenleeft met anderen, stuit dat lichaam op grenzen. En in die begrenzing, die ontmoeting met die ander, wordt dan iets gevormd. Ja, dat zou je een zelf of een ik kunnen noemen. Freud zegt ook dat ik, dat belichaamd is. Freud? Ja. Ja, nou, Freud. Het is in de eerste plaats een lichamelijk ik, zegt hij. Ja, wanneer je spreekt over ik, dan bedoel je in de eerste plaats mijn lijf. Ja, eigenlijk wel. Ja. Die sporten, die budo-sporten die hij voor een deel beheerst en bestudeert, daarin zie je, jij legt daar ook veel nadruk op, het belang van houding. En is het lichaam niet alleen het contact met de anderen, maar ook, zou je kunnen zeggen, met jezelf en met het spel. Dus de houding en je lichamelijke betrokkenheid op de activiteit is heel belangrijk. Je ziet het bijvoorbeeld in dit gesprek is het veel minder belangrijk. Hè? Dus ik zit hier vaak als een lobbenzak of juist heel bewust. Maar de houding is bij de nieuwe wereld, ja, we proberen natuurlijk wel netjes rechtop te zitten. Maar je ziet dat juist in die martiale sporten, daar is dat gecultiveerd. Dat is ontzettend belangrijk dat je die goede houding hebt. Ja, maar de houding zit er natuurlijk ook in. Heb je een betrokken houding bij een gesprek? Ik zie soms mensen die zitten dan in een debat of zo en die zitten zo en ze reageren wel. Maar dan denk ik, je bent er toch niet helemaal bij. Je bent niet helemaal betrokken, terwijl je ook mensen die letterlijk op het puntje van hun stoel zitten. En dat is een houding. Ja, je doet niet veel meer, je zit in een stoel. En toch heb je daar binnen al een onderscheid. In de blik, de manier waarop mensen contact maken met anderen. Dat gedoe met die handen. Ja. Ik wilde graag wat verder ingaan op die houdingsbeschrijvingen die jij geeft van een vechtsporter. Bijvoorbeeld een stuk over je zit in een gevecht of je raakt misschien een effect in een gevecht, maar dat is eigenlijk een ontvankelijke houding. Dus je staat niet zeg maar zo klaar, mm-hmm, maar je bent rustig, je lichaam is bijna in een yoga houding en je staat paraat. Maar er lijkt een soort rustheid in te zitten. Kun je dat eens wat verder uitpakken? Dat lijkt een paradox. Want als mensen aan vechten denken die niet een zwarte band hebben, maar die helemaal misschien een keer vroeger gejudo'd hebben, die hebben die discipline niet. En voor hen en voor mij ook is het eigenlijk best bijzonder om ook te leren dat juist zo'n ontvankelijke houding of een rustige houding juist ook een goed startpunt is om een geritualiseerd gevecht aan te kunnen gaan. Dat is het leuke. Wij denken heel erg van binnen naar buiten. In die geest gebeurt iets en het lichaam is daar de expressie van. Maar je kunt het ook omkeren. En in veel Oosterse kunsten, met name de krijgskunst, wordt dat ook omgekeerd. Daar voer je een bepaald gedrag uit.
geritualiseerd. En de bedoeling is dat in dat ritueel jezelf vanzelf ook getransformeerd raakt. Ik geef ergens het voorbeeld van lachtherapie, de Hatha Yoga. Dat als je lacht, ook als er niets te lachen valt, dat je vanzelf vrolijker wordt. Dus het is een feedback. Jouw fysieke houding heeft effect op je geest en je geest heeft effect op dat lichaam. En eigenlijk is het een onscheidbare eenheid daardoor. Het is één systeem. Ja. En dat vind ik interessant, dat het naar binnen gaat. Want ja, in principe, als je op straat door een horde mensen wordt besprongen, dan ook gevorderde budoka, die hebben niet zoiets van... Ik laat het allemaal maar eens op me afkomen. Daar komen allemaal hormonen vrij. Maar je traint wel voor dat soort momenten en probeert daar steeds meer die rust in te vinden door telkens weer dat rituele rollenspel te spelen. Het is een rollenspel. En het toneelstukje is ook heel simpel. Jij staat daar lekker relaxed in je houding en dan komt er zo'n opgewonden standje en die gaat jou een dreun geven. Dat is de verstoring van de orde in het rituele verhaaltje. En heel beheerst en koelbloedig zet je zo iemand op zijn plek en daarna buig je voor elkaar en dan is de orde weer hersteld. Dat is het mini-psychodrama dat zich afspeelt in ongeveer 99% van de oefeningen in Budo. Dat vind ik interessant. Maar in dat ritueel ben je dus jezelf aan het vormen, conditioneren, transformeren. Dat is een Confuciaans element wat in die lichamelijke opvoeding van die krijgskunsten zit. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je dat aangeeft. Over dat lichaam gaan we straks ongetwijfeld nog verder, want dat zou je dus als onderdeel van die weg kunnen zien. Dan, je beschrijft ook hoe Confucius een van de bronnen is waar dan geestelijke wordt teruggegrepen, wanneer we dan heden ten dagen nadenken over de meer geestelijke kant van deze soort sporten. En kun je dat eens toelichten hoe dat zat? Want Confucius is toch zelf eigenlijk een soort Aristoteles van China. Die associeer ik zelf niet direct met het zwaard of het gevecht. De Confucius gaf ook les in de Liuyi, de zes klassieke kunsten. En daar hoorden ook boogschieten en wagenmennen bij. En dat waren martiale kunsten. Maar daarnaast was er ook rekenen, schrijven, muziek en ritueel. Dus daarin zie je al wat ik dan die dubbele weg noem. Dat is de dubbele weg van pen en zwaard of zwaard en penseel. Of het lichamelijke en het geestelijke, maar steeds naast elkaar. Dus dat zat al in die Confuciaanse vorming. Ja. En die Confucius, meester Kong noem je hem ook? Ja, de Confucius betekent meester Kong. Hmm. Confucius is gelatiniseerd door de Jezuïeten. Maar eigenlijk is het een Confucie op zijn Chinees. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, want die woorden daar... Je bent vindingrijk in het gebruiken van dat soort leenwoorden, maar... Begrijp jij Japans? Of begrijp je die leenwoorden? Ik probeer ze zo goed mogelijk te begrijpen. Ook bij dus de dingen die ik vertaal en de begrippen die ik gebruik, probeer ik gewoon zoveel mogelijk interpretaties te zien om tot een soort gemiddelde te komen van daaromheen. Ja. Rond dat betekenisveld speelt dat begrip of die term zich af. Want ik vraag het omdat jij ook vertaler bent. Ja, maar niet vanuit het Japans. Je hebt er ook niet zoveel aan. In Tokio vroeg ik aan iemand... Ekiwa doko desu ka? Waar is het station? Nou, dat hoort al niet, dat een buitenlander in het Japans een vraag stelt. Want buitenlanders spreken geen Japans. Dus die iemand die had me misschien in het Engels kunnen antwoorden, maar die dacht van mijn Engels is niet goed genoeg. Dus hij greep me bij mijn schouder en sleurde me de hele straat door om net zo lang aan iedereen te vragen tot ze iemand hadden gevonden die in het Engels mij durfde uit te leggen waar het station is. Terwijl de vraag al duidelijk was. Oh, God. Dus het is niet heel lonend als je daar niet woont om je echt in dat Japans te bekwamen. Mm. Of je moet er echt je academische vak van maken. Wat een gesloten cultuur dan eigenlijk, hè? Kun je wat meer vertellen over meester Kong? Dus Confucius wordt vaak aangehaald als een groot filosoof ook. Als een niet ontgonnen filosoof, zeg maar iemand die... waarom bespreken we hier altijd de westerse kanon? Je hebt toch ook grote denkers in het oosten. Wat zijn nou inzichten die je daarin vindt? Gewoon in de kern? Nou ja, jij vergelijkt Confucius met Aristoteles. Maar een betere vergelijking is Confucius en Socrates.
Het zijn allebei mensen die zich eigenlijk met levensfilosofie bezighielden. Praktische vragen. Wat is het goede leven? Hoe geef je op een goede manier vorm aan het leven? Ze hebben ook geen van beiden zelf boeken geschreven. Hun nalatenschap bestaat in de dialogen van Socrates, zoals genoteerd door Plato en Xenophon, en in de gesprekken van Confucius, de Lunyu. Dat is interessant. En ja. Beide mensen die gewoon bestonden in interactie met hun omgeving. Ja. En niet bezig waren met het uitwerken van een wijsgerig systeem of stelsel. Dat is überhaupt niet zo in de Oosterse filosofie. Mm. Dan moet je bij mensen als Kant zijn of zo. Die zijn er heel erg goed in. Mm. Ik ben er ook niet goed in. Ik heb überhaupt niet de pretentie een filosoof te zijn. Maar niet zo lineair denkend en dan op papier, maar dus in het leven, in het levendige gesprek. Ja. Eigenlijk wat we nu hebben. Ja. Confucius was iemand van het gesprek. Ja, en absoluut. Dus ook een zekere scepsis heeft gehad tegenover de pen en het vastleggen van dingen. Dat zie je in ieder geval bij Socrates en Plato heel duidelijk. Ja. Dat zou ook bang zijn dat mensen dingen daardoor niet meer goed onthouden. Op een letterlijke manier gaan schrijven over bepaalde en denken over bepaalde woorden. In plaats, want dat doet het schrift natuurlijk. Ja. Bepaalde woorden in betekenissen bevriest. Ik zou niet weten, eerlijk gezegd, of Confucius een hekel had aan een pen. Hij kon natuurlijk schrijven. Dus de mogelijkheid stond voor hem open om iets op te schrijven. Maar kennelijk heeft hij er inderdaad voor gekozen om dat niet te doen. Hij wilde wel heel graag een adviseur worden van grote vorsten. Maar bij zijn eigen leven vond hij eigenlijk veel minder erkenning dan zoals hij later als min of meer als heilige is gecanoniseerd. En dat zijn boeken ook De kanonieke teksten werden, zowel in China als in Japan, als in Korea, al die landen die door het Confucianisme beroerd zijn. Ja, dat is wel jammer. Dus vergeleken met Socrates, dat hij in zijn leven niet echt gezien werd als een belangrijk denker. Nee, maar goed, het voordeel is dat hij dan weer geen gifbeker hoefde te drinken. Hij is gewoon oud geworden. Ja. Ja. Nou, dat zegt hij ook. Van zijn hele leven heeft hij gewerkt om dat ritueel zodanig te verinnerlijken dat hij zich daar min of meer vrij en onbelemmerd in kon uitdrukken. Want wij zien een ritueel vaak als een keurslijf. Mm. Iets onechts. Een vertoning. Ja. Daarom is dit ook een hele slechte tijd voor omgangsvormen. Want dat komt op velen als niet authentiek over. Maar wederom, van die beweging van buiten naar binnen is het dus de kunst om je die vormen zodanig eigen te maken dat je innerlijk getransformeerd wordt volgens de ren, de medemenselijkheid van Confucius. En op zijn 70ste zei hij, een beetje tevreden, nou, ik ben nu zover dat ik me min of meer kan schikken in dat ritueel zonder daar in strijd te zijn met mijn hart. Mooi. Dat is een mooi doel. Ik had laatst een dominee op bezoek en die vertelde me dat als je terugkijkt naar gebeden die mensen zeiden, zeg maar 50 of 100 jaar geleden, dan waren dat vaak iemand bad een vaste familiegebed of vaste frase. En dat denk het Onze Vader of een variatie daarop. Mm-hmm. En dat we vanaf de jaren 60, 70 hebben dat in het noordwesten van Europa en Amerika helemaal losgelaten. Ik zeg expres niet het zuiden, want als je hier nog dat katholieken, die hebben een gemakkelijke verhouding tot het ritueel en het lichaam, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat vond ik wel mooi. Dus dat men zich daar vroeger inderdaad vrij in voelde. Dus men bad iets wat vrij abstract was. En tegenwoordig, als men dan bidt, dan gaat het veel meer om je zielenroer zullen delen. En wat je vandaag hebt meegemaakt of iets verbonden met de actualiteit. En dan zie je inderdaad dat het is nog wel ritueel om te bidden. Maar de inhoud is dan eigenlijk al persoonlijk gemaakt. En dat is natuurlijk mooi, maar die dominee vertelde me ook dat veel mensen daar nu ook niet meer uitkwamen en klaar waren met die manier van zelf elke dag weer creatief vertellen. En dat er weer vraag was naar die oude gebedenboeken. Ja. En dat vond ik een interessante observatie van hem. Dat die rituelen, dat had toch betekenis. Ook al zal het ongetwijfeld zo zijn geweest dat die voorvader ook dacht van ja, nou ja, we gaan nu eten, dus ik zeg het op, maar... Nou ja, het is misschien vergelijkbaar met de angst van kunstenaars, schrijvers voor het witte papier. Dat je dat allemaal moet invullen. Het is ook wel mooi als er gewoon een vorm is die er al is. En dat je vervolgens moet kijken hoe kan ik me die vorm eigen maken. Kan ik mezelf vinden in die vorm. Dat is denk ik minder bedreigend dan het idee dat je zelf je relatie met het hogere van de grond af aan op een persoonlijke manier moet invullen. Ja.
Als ik zou denken van, laat ik eens een goed gesprek met God hebben. Ik ben niet gelovig overigens. Maar ik zou niet weten wat ik zou moeten, hoe ik zou moeten beginnen. Hey joh. Nee, ja. Dat gaat het niet worden. Maar als jij dus in een modus wil komen, in een mindset van geconcentreerd vechten, dan weet je wel wat je moet doen aan rituelen. Aan... Ja, intussen, maar ik merkte afgelopen zondag bij de presentatie van het boek dat ik duidelijk het eind van de weg nog niet heb bereikt. Ik had het ook een beetje lastig voor mezelf gemaakt. Ik had van tevoren met wat trainingsmaatjes gezegd van... ik wil ook wel een kata, zo'n vaste vorm, zo'n solo-vorm laten zien. Maar wat zal ik dan doen? Zeiden ze, dan moet je iets doen wat je best kan. Toen dacht ik, maar dan wordt het weer zo'n gelikt toneelstukje. Terwijl het juist bij die levenskunst erom gaat. Hoe ga je om met spanningen, stress, conflicten? Dus heb ik iets gekozen met allerlei mogelijkheden die fout konden gaan... En een volle zaal met ook veel hoge gradueerden. Extra stress erop. En verdomd, ik zie allemaal fouten weer naar boven komen... waarvan ik dacht, die had ik eruit getraind. Dus dat is een leermoment. Ik zag het behalve als een training ook... als een demonstratie ook als een leermoment, een persoonlijk moment. Ik was gewoon benieuwd wat er zou gebeuren... waar ik zou staan ten aanzien van die stress. Viel me niet mee. De mensen vonden het mooi, hoor. Misschien zeggen ze dat alleen om een veer in mijn reet te steken... omdat ze het zo zielig vinden. Dat kan allemaal. Dat weet ik niet. Jij kijkt misschien ook als expert naar jezelf. Maar het doet me ook denken aan een stuk in je boek... waar ik wel een beetje van schrok zelfs. Dat jij over jezelf schrijft op deze manier. Ik ben niet meer dan een samenloop van omstandigheden. Een plaats waar het leven doorheen stroomt. Sinds ik door de bodem van mijn bestaan ben gezakt, kan ik mezelf niet meer serieus nemen. En aan de ene kant doet me natuurlijk heel erg denken ook aan zo'n zenmeester of aan een vechtmonnik die helemaal door die rituelen leeft. En ook in staat is om dus een sociale functie te zijn en een rituele werkelijkheid. Maar zeker als Nederlander in 2022 is het toch altijd nog wat gevoel van dat jij dat doet, dat jij dat bent. Hoe kun je daar eens op reflecteren waarom je zo'n relativistisch zelfbeeld uit de doeken doet aan het eind van je boek? En hoe dat samenhangt met die sporten? Dat is hoe ik me voel, wat al twee lastige woorden impliceert, ik en me. Maar dat zijn gewoon conventies waarvan ik me moet bedienen, omdat het anders heel lastig wordt om te communiceren. Mijn ex die stuurde me van de week een filmpje met een interview met David Bowie. En dat is natuurlijk ook iemand die ongelooflijk veel transformaties aan zichzelf heeft voltrokken. En in dat interview zei hij van, I don't know who I am and I'm very happy now. Ik dacht, ja, herken ik wel. Ik ben geen David Bowie, maar ik vond het een mooie statement. Het is een veronderstelling dat je een zelf en een identiteit nodig zou hebben. En dat je moet onderzoeken in je navel door een omvalloos skepsis of zo van wie je bent. En dan krijg je antwoorden, fundamentele dingen. Ik ben het meer als een beperking gaan zien dan als iets wat bevrijdend is. Dus mijn motto is eerder wees wie je wordt in plaats van wees wie je bent. Je ziet in die traditie van die sporten die jij beoefent en die je beschrijft... dat het juist heel belangrijk is om te denken in termen van stamboom, leermeester, scholen waar je onderdeel van bent. Heb jij dat wel ook? Dat je jezelf echt heel duidelijk in een traditie... Want dat zou op zich wel passen, dat je jezelf relativeert, maar dat je wel zegt van ik ben een exponent van een bepaalde manier van kijken naar het leven. Of gaat het dan ook weer niet zo ver? Ja, maar ook dat is dan weer dat vaak de nadruk erger wordt gelegd op die scholen. En het Japanse woord ryu wordt vaak vertaald ook als school of stijl. Maar ryu heeft zoiets als Rio in het Spaans. Het is een stroming. Het is iets wat door de tijd stroomt. En wat zich voortdurend aanpast aan de wisselende tijdruimtelijke omstandigheden. Dat is mooi. Dus een heleboel mensen die zich fixeren op de traditie zien niet die veranderlijkheid. En als die veranderlijkheid ophoudt, dan houdt de traditie ook op een levende traditie te zijn. Dan wordt het een fossiel. Echt een doodritueel. Ja, je hebt altijd een vorm van conserveren nodig en vooruitgang. Ja, dat is het spanningsveld. En dat zie je in alles, dus ook in deze dingen. Dan zie je in onze huidige wereld wel erg veel mensen die
de innovatie omarmen en het behouden moeilijk vinden. Ja. En dat is wel interessant, dat mensen juist conserveren ingewikkeld vinden. En veranderen, en dat wordt wel geaccepteerd. Ja, maar dat nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe vormen van pedagogiek, nieuwe bedrijven, nieuwe producten. Dat lijken mensen wel te willen. Maar het behouden van dingen? Ik vraag me af of de mensen dat willen of dat de markt dat wil. Ik bedoel, ieder jaar komen er natuurlijk weer nieuwe collecties. Een heel nieuw blik pedagogen van de academie af. Ja, en het is hun taak om onderwijssystemen te ontwikkelen. Dus ze kunnen niet zeggen van nou, wat er is, is prima. Dus dan komt er maar weer een nieuwe opvatting op het onderwijs. Het is in het belang eigenlijk van de onderwijskundigen dat er ook verandering is. Dan kunnen ze die weer implementeren. Ja, nou ja, goed. Dat is heel erg marktgericht gedacht. Ja. Maar als ik kijk naar mensen zelf, dan vind ik juist de meeste mensen heel erg conservatief. En dat ze zich verzetten tegen verandering, dingen die anders zijn. Dat is vreemd, dat is eng. En het is misschien ook wel goed dat ze dat doen. Kun je eens wat vertellen over meer een historische lijn rondom deze sporten en de geestelijke kant ervan? Vanuit het samengaan van het idee van studeren en vechten. De studiemonnik en de vechtmonnik noem je het hier in een hoofdstuk over vechtmonniken. Als je er wat meer historisch naar kijkt, dan stel ik me dus zo voor, een klooster waar dus gebid wordt en gevochten door vanuit dezelfde spirit. Ja, maar het is ouder dan dat. Ook dat gaat terug op Confucius en misschien zelfs wel ouder. Dat is de dubbele weg van Wen en Wu, zoals het in het Chinees heet. Welke tijd is dat dan, als het zo oud is? Dat is de Zhou-periode. Dan heb je daar 1000 voor Christus of zo. Echt heel oud. Royaal voor de Griekse stadstaten. Ja. Toen werd er in China al een staat, een georganiseerde staat opgezet. En daarvan wordt gezegd dat koning Wen regeerde met wijsheid en civiele vaardigheden, terwijl koning Wu reageerde met militaire macht. En het idee was dat beide vaardigheden, de dubbele weg van Wen en Wu, dat eigenlijk de ideale heerser maakte. Dus daar zit al in, want die wijsheid is natuurlijk het geestelijke aspect en de militaire macht het lichamelijke aspect. En dat is een soort topos geworden in die Oost-Aziatische culturen. In het Japanse heet het Bunbu Ryodo, de dubbele weg van pen en van krijg en culturele, administratieve, civiele vaardigheden. De dubbele weg van pen en zwaard wordt het vaak vertaald. En dat betekent dus dat de adel of de edele mensen die verfijnd in het maatschappelijk verkeerd waren en hoge posities hadden, dat die zich ook bekwaamde in vechtsporten. Nou ja, dat was inderdaad aanvankelijk het hogere echelon van de samurai. En ja, zoals dat gaat met een kasoenkunst cultuurgoed, dat is geleidelijk naar beneden gekomen in steeds bredere lagen van de bevolking. En in Budo, dat moderne Budo, is dat min of meer geïnstitutionaliseerd geraakt. Maar dan heb je het over een traditie die aan het begin van de vorige eeuw pas eigenlijk zich begon uit te kristalliseren. Als een soort music for the millions. Alle Japanners waren samurai. Dat was niet meer 5-7% van de bevolking zoals daarvoor. Nee, met de opheffing van de samurai-klasse werd ieder Japanner een samurai. En werden die deugden aan hem voorgehouden. Beetje analoog aan hoe je misschien in het Noordwest-Europa kan spreken over burgers als ridders? Of is het veel zwaarder in de betekenis? Ik denk dat het misschien lichter in de betekenis is. Maar je moet het natuurlijk ook zien in de historische context, dat het begin van de 20e eeuw, dat Japan toen heel militaristisch was. Ja. Dus dat idee dat Japan, China was het land van boem, van de wijsheid en de Confuciaanse klassieken. En Japan was het land van het boe. En vanuit die optiek was de oude verering van Japan voor China, die sloeg om in een meer strijdbare houding met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. De Chinees-Japanse oorlog, bloedbad van Nanking. Ja, heftig. Ja, dat is echt een enorme omkering in de manier waarop Japan naar zichzelf keek, maar ook waarop het naar zijn oude voorbeeld China keek.
En in die context moet je dat dan zien, dat alle Japanners samurai waren met diezelfde veronderstelde opofferingsgezindheid. Mm. Alleen ging het nu niet meer om de leenheer, maar de centrale figuur was de Shintoïstische personificatie van het goddelijk op aarde, de keizer. Nou ja. Dat zijn wel bewegingen die zich daar dan openbaarden. De krachten van zo'n militaristisch regime, die ook in Duitsland plaatsvonden en voor een deel in Amerika. Hè? Dus dat is... Ja, daar zitten heel veel parallellen in. Maar sowieso, als je de historie kijkt... Ik bedoel, toen het Chinees in Japan werd geïntroduceerd met het karakterschrift... kreeg het een vergelijkbare status als het Latijn in Europa. De feodale tijd had in een aantal opzichten overeenkomsten met de feodale tijd in Europa. Mm-hmm. Heeft alleen langer geduurd dan in Europa. Het moment waarop dat idee van... zelfcultivering als een universeel mens, lichamelijk en geestelijk bekwaam. Op dat moment dat dat in Japan meer breed ingang begon te vinden... zag je aan de andere kant van de wereld het concept van de uomo universale opkomen in de Italiaanse renaissance. Dus er zijn, als je heel grote afstand neemt, best een aantal overeenkomsten in de bewegingen. Maar ja, mensen zien vooral de verschillen dat Japanners op van die rare schoentjes lopen. Ja, er is een interessante figuur waar je ook aan refereert in je boek, Yukio Mishima. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek, die naam. Maar het is een romanticus, een moderne romanticus, die ook teruggrijpt op die samurai-traditie. Een schrijver die op een gegeven moment zelfs een staatsgreep doet met een aantal andere militante... Ja, bijna kunstenaar zou ik zeggen, maar een soort eigen keizer wil worden. En hij heeft een heel oeuvre bij elkaar gepent met boeken die best interessante thematieken hebben. Dus bijvoorbeeld in het ene boek is iemand dan in een bepaalde gestalte geboren. In het volgende is hij dan de reïncarnatie van diezelfde persoon. Best in de boekhandels kunnen jullie dat nog terugvinden, mocht je het interessant vinden. Het is een Japanse schrijver dus, maar die ook heel veel dadendrang had. En als een soort populist, proto-populist... probeerde om die hele wereld omver te gooien... en ook op een goed moment zo publiekelijk zelfmoord harakiri heeft gepleegd. Hoe zou jij hem in deze geschiedenis duiden? Met name, want mijn gevoel erbij is heel erg... Ja, dat is een soort postmoderne romanticus die dan nog teruggrijpt op dat idee van... ja, we zijn een land van samurai en dat zijn we vergeten en we moeten dat herstellen. Oh ja, dat komt een heel eind in de richting. Lichamelijk-geestelijke zelfcultivering van de samurai... dat was min of meer een conventie. Iets wat je verplicht was aan je stand. Maar dat was niet een individuele zelfcultivering... Of een individuele vormgeving. Dat is het verschil tussen dat soort ijdelheid bij samurai... En de ijdelheid van een dandy in het Westen. Maar Mishima... De Japanners zeggen Mishima Yukio, die zetten de achternaam ervoor. Mishima was wel een dandy. Die past in de zwarte romantiek van Mario Press, de romantic agony. Hij had iets met masochisme, heavy gay scene, bodybuilding. En passant nog een Nobelprijs bij elkaar schrijven. Hij is als zodanig dus een hele extreme... exponent van die dubbele weg van pen en zwaard. Die belichaamde hij. Mm. En dat legertje wat hij op de been had gebracht... dat waren allemaal mooie, knappe jongens. Daar zit ook wel net als in veel van zijn werken... een homoerotische ondertoon in. En hij dacht van... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... was de keizer van zijn goddelijke status ontheven. Hij had het echt het idee... Japan heeft zichzelf door het slijk laten halen. Wij moeten terug naar de trotse traditie... En hij dacht dat hij dat met de staatsgreep kon bewerkstelligen. Alleen, afgezien van zijn billenmaatjes... was daar niet zoveel enthousiasme voor. En toen hij zag dat het er niet in zat... toen heeft hij inderdaad heel klassiek seppuku gepleegd. Maar eigenlijk kan je zeggen, als je naar die levensloop kijkt... dat had bijna niet anders af kunnen lopen dan met seppuku. Ook als hij geen staatsgreep had gepleegd. Ik heb eens een keer echt een geweldige documentaire over de man gezien. Ik zal hem wel plaatsen onder de video's, dan kunnen jullie hem ook bekijken. Want dat is een markante, hele markante persoonlijkheid. Maar dat klopt, zit inderdaad... Ja, vat vol tegenstrijdigheden. Ja, combinatie van heel veel talent en heel veel bluf. Ja, en heel veel innerlijke pijn, denk ik ook. Ja. Ja, maar ook culturele pijn, het verlies van Japan. Ja,
Maar goed, vanuit het oogpunt van belichaamde cognitie staat dat dus allemaal niet los van elkaar. Het is één ding, één stukje mens, een stukje identiteit, dat je dan Mishima noemt. Maar tegelijkertijd spreekt daar ook een samenleving door en in die man. Ja, nou, het schijnt zo te zijn dat heel veel mannen nog tot op de dag van vandaag vallen voor die romantiek. Inclusief ook jezelf om zeep helpen. Ja, nou ja, goed, daar... Japanners hebben wel een vreemd soort manier van vooruitlopen op de moderne beschaving. Hè? De hyper-individualisme bijvoorbeeld. Ja. Dus veel mensen die eenzaam zijn, die echt gericht zijn op hun leven in een eentje. Ja, ik besef het ergens. Je hebt die hikikomori. Ja. Dat zijn die jongeren. En die schattingen lopen uiteen van honderdduizenden tot misschien wel miljoenen. Die zich opsluiten in een kamertje met een computer. En daar eigenlijk jaren, maanden of jaren niet meer uitkomen. En als ze dan naar een restaurant gaan, dan zijn er speciale restaurants waar ze dan alleen kunnen eten. Waar andere mensen ook alleen komen. Ja. Dus daar is een soort collectiviteit weggesloopt. Dit is... Ja, god, het lijkt een beetje op dat beeld. Daar ga ik een steeds mooier beeld vinden uit de film The Matrix. Dat al die mensen in die cocons liggen als batterijen die het systeem voeden. Ja. En intussen worden ze met digitale illusies onder controle gehouden. Ja. Ja, die hikikomori zijn daar natuurlijk een extreme vorm van. Maar al die thuiswerkers de afgelopen jaren met hun sociale media... had ik ook vaak het gevoel van, god, de Matrix is er al gewoon. Ja, je ziet dus dat het coronabeleid met lockdowns en social distancing, een heel gekke term ook, hè? Dus het beleid van social distancing, dan ben je dus beleidsmatig mensen uit elkaar aan het spelen. Ja. Bewust aan het individualiseren. Maar in ieder geval die Yukio Mishima, om dat lijntje even af te maken, in zijn werk zit dus ook die spanning tussen moderniteit en traditie. En hij verliest dus in die moderniteit het gevoel met de traditie. En hij probeert dat op een nostalgische manier dan te herstellen en die symbiose weer te maken. En dat lukt hem niet, want het wordt folkloristisch en het militant en het is eigenlijk gewoon een homo-subcultuur. Maar niettemin, die vraag, ik snap wel dat hij juist in Japan de vraag heeft gesteld, hoe kunnen we nou doorgaan met de moderniteit zonder die inbedding? En dat hij heel erg wees op van, ja, je moet weer gaan sporten, je moet... Die budo, dat is een mogelijke landingsbaan van het moderne leven. Ja, maar dat is ook een persoonlijke invulling van hem. Ik bedoel, ik denk dat je in iedere samenleving die spanning ziet tussen moderniteit en traditie. Waar we het net ook al over hadden van ja, aan de ene kant heb je innovatie nodig, omdat er anders gewoon niets gebeurt. Je ontwikkelt de samenleving niet. En aan de andere kant ben je bang voor de vernieuwing, het andere. Wat zal dat betekenen voor je leven? Ja. Discussie over, maar in godsnaam geen pepernoten, over Zwarte Piet is natuurlijk ook zo'n strijd tussen moderniteit en traditie. Die oude invulling van Zwarte Piet is niet van deze tijd. Mij maakt het sowieso niet uit. Voor mij mag de hele Sinterklaas op de brandstapel. Ik vind het een buitengewoon raar commercieel feest. Nou, dat vind ik, dat snap ik niet helemaal dat je dat zegt. Kijk, commercie is niet vies. Het is een feest dat van oudsher juist dus met suiker en consumptie verbonden wordt in Nederland. Dus al decennia, laat ik het zo zeggen. En het is misschien te plat geworden soms, maar er zijn ook andere kanten. Bijvoorbeeld gewoonte om gedichten te schrijven en om intochten te houden die helemaal niet commercieel zijn. Mm-hmm. Volgens mij gaat het daarin... Dat is een balans die je moet weten te houden. Ik denk dat heel veel gezinnen dat goed kunnen. Het is bovendien ook een feest van families. Dus je doet het met de kinderen samen. Het is een gezinsfeest. Dus dat zijn allemaal elementen, vind ik, die wel echt heel sterk zijn eraan. Ja, en die maken dat het ook niet een modern of vies of commercieel iets is. Dat zit erop, maar dat is niet de kern. Dat is inderdaad niet de kern. Maar ik mis ook wel dat aspect van de zielenweging. Het grote boek van Sinterklaas en de roe. Ja. Tegenwoordig moet het alleen maar feest zijn. En dat vond ik ook wel mooi. Dat er toch ook een soort disciplinerend element bij zat. Dat je bij Sinterklaas op zijn knie mocht zitten. En dat hij dan in het grote boek zag wat je allemaal voor wandaden had gehad. Ja. En dan kreeg je een lichte tik met de roe op je billen of zo. Ja. Dat vind ik wel een mooi
aspect van de traditie. En dat ik dan denk, van dat mis ik dan wel. Ja, jij zou het graag wat strenger willen hebben. Snap ik ook wel, hoor. Nou, ik verbind het zelf ook wel aan... Niet streng in de zin van zware fysieke tuchtiging. Maar dat er ook wel die schaduwzijde die in zo'n feest zit, dat die voor het voetlicht komt. Ja, ja. Ja, ik associeer het zelf ook echt met de periode van de boogschutter en de kosmos die dan in de fase zit van de weldadigheid. En dat is dus die periode van december, dat is een maand van goed doen, van cadeautjes, van warmte. Mm. En dat is, ik denk dat er meerdere symbolen zijn die daarop wijzen. En dat boek met die, waar je die zielenweging doet, zeg maar, dat zou je wel juist met die, dat is misschien ook wel een beetje een vreemd körper ook. Maar het past natuurlijk bij een tijd van positieve psychologie dat niet mag. Ja. En dat is echt gek. Het hele idee van je schoen zetten en bang zijn of je wel wat krijgt en dat je misschien zout in je schoen krijgt. Ja, het houdt mensen wakker. Dus ik vind dat mij het al zeker een charme heeft. Maar goed, het is in de jaren 90 al volgens mij eruit gekiept. Ja. Dus dat, die strenge kant. Maar laten we het niet te lang over Sinterklaas hebben. Over ceremonie en rituelen nog een zin. Ik vond het wel ik vind dat een interessant fenomeen. Wat is nou ritueel? Je hebt al gestipuleerd van ja, het is eigenlijk een manier van samen of met je lichaam bezig zijn die jou van buiten naar binnen richt. Dus je doet iets op een gestandardiseerde manier, verkeerde woord misschien, een ritualiseerde manier. En dat betekent eigenlijk dat je gaat lachen en daardoor word je ook vrolijk van binnen. En je zegt hier, een Japanse thee-ceremonie wordt ook niet uitgevoerd omdat de theemeester dorst heeft. Ja, dat is een citaat van David Lowry, maar ik vond hem wel mooi. En dat leek me een... het verwijst daarmee naar de doelloosheid eigenlijk van rituelen. Van dat is... En dat is natuurlijk het lastige aan een pragmatische cultuur. Dat dan blijft er niks overeind wat niet een expliciet doel heeft. Dus dat is ook het mooie, ook aan Sinterklaas. Of aan, ja, je kan wel zeggen, het heeft als doel dat het gezin bij elkaar is. Maar laten we Sinterklaas er maar niet bij halen. Maar de theeceremonie, ik kan me voorstellen dat die ook op een gegeven moment afgeschaft wordt. Maar in Nederland heb je dat ook wel. Bijvoorbeeld kuppensoep is een voorbeeldje. Of 4 uur kuppensoep, dat is een commercieel ritueel. Maar je hebt ook wel kleinere, bijvoorbeeld even met z'n allen een kopje thee drinken. Als de kinderen uit school komen. Of 's avonds met elkaar aan tafel eten in plaats van voor de televisie. Dat bestaat ook al bijna niet meer, omdat mensen ook denken, ja, eten is toch voedsel naar binnen werken. Uh-huh. Terwijl een ritueel is natuurlijk veel meer dan... Een ritueel is, nou ja, precies. Het heeft een zekere doelloze doelmatigheid. Kun je daar nog eens wat over vertellen? Ja, nou ja, dat is precies wat je zegt. De doelloze doelmatigheid. Kant ziet dat als een van de aspecten van kunst, esthetische ervaring. Je bent iets bezig om iets te structureren, maar je hebt daar niet echt... strikte functionele of utilitaristische criteria voor. Maar toch wil je dat een bepaalde vorm geven. Dat is een heel mysterieus proces. Royaal scheppend eigenlijk, hè, dat een mens dat doet. Dat is misschien de voltrekking van het mens zijn als zodanig. De mens als intrinsiek bestaand iets... niet dat het tot iets moet dienen. En daarom vind ik kunstritueel zo'n ontzettend goed tegengif tegen dat rendementsdenken. Dat alles nuttig moet zijn of omgerekend moet worden van wat heb ik eraan, wat levert het op. Ja. Prachtig boek van de week binnengekomen bij de slechte. Het nut van het nutteloze van Nuccio Ardine. Dat is echt een heel manifest voor de waarde van kunst. Juist omdat het nutteloos is. Ik bedoel, er wordt nu op bezuinigd, omdat je daar niet een direct rendement aan kan verbinden. Ja, tenzij je inclusief bent en antiracist, hè, want dan kan het weer wel. Het heeft als nut dat het dan activistisch wordt. Ja, maar ja, dat is ook een heel plat vertoog van moralistische kunst, dat die beter zou zijn. Dat is een heel andere discussie. Daar wil ik nog best eens over praten, maar dat gaat veel verder. Ik heb er ook wel over geschreven. En, ook in dit boek. Ja, nou, niet over moralistische kunst, maar wel over moralisme. Maar ik haal het aan omdat er dus... het leuke aan je boek vond ik ook dat het besef erin van het belang van rituelen. Dus die omwelt, dat samenspel van jouw lichamelijke houding, je geesteshouding met de wereld waar je verkeert. Dat je dat dus kunt cultiveren met rituelen. En dat we zeker in Nederland ook een soort rituele armoede hebben eigenlijk. Hè? We zijn bijvoorbeeld afstuderen. Neem nou afstuderen. Ja, hoe kun je dat nou nog ritualiseren? Nou, bijvoorbeeld met een verdediging en een scriptie. En je ziet dat eigenlijk langzaam worden die dingen afgeschaft. Dus mensen worden gewoon... Ja, studeren is gewoon, je haalt je laatste punten.
En dat is eigenlijk heel gek als je dat vergelijkt met karate of met die martiale sporten, waar zoveel franje omheen zit, die eigenlijk, ja, franje is het verkeerde woord al. Want dan kun je het inderdaad net zo goed niet doen. Dan is het zo van, wat stel je aan? Maar waar jij het nu over hebt, dat zijn de traditionele rituelen. En die liggen onder vuur. Maar tegelijkertijd ontstaan er in elke samenleving op ieder moment nieuwe rituelen. Vaste omgangsvorm. Nou, waar we het over hadden beneden toen ik aankwam lopen. Hoe begroeten we elkaar? Geven we elkaar een hand? Dat is een beetje geproblematiseerd geraakt de afgelopen jaar. Dus bijvoorbeeld een elleboog. Als we over een paar jaar dat nog doen en de epidemie is lang vergeten, dan hebben we een ritueel en dan zijn we de functionele oorsprong van dat gebaar al lang vergeten. Net als met een heleboel rituelen. Mm. En op een gegeven moment zal er dan ongetwijfeld weer een dwarse figuur komen die zegt van, is dit geen onzin om elkaar zo te begroeten? Dus die theeceremonie is in die zin toch ook wel een gek voorbeeld, want veel van die rituelen, zou jij nu zeggen, zijn toch functioneel ontstaan. Ik denk dat er... Is dat toch een doel aan? Ja, het is zoiets als industriële vormgeving. Het heeft wel een artistiek effect en het wordt als een kunst uitgevoerd. Maar tegelijkertijd denk ik dat de componenten allemaal weer betekenissen hebben. Die vaak niet geconsumeerd worden. Susan Langer die spreekt over muziek als een unconsummated symbol. Dat vind ik een hele mooie omschrijving voor muziek. Het is een symbool, maar je kan het niet consumeren in een expliciete zin. Ze noemt het ook wel de morfologie van het gevoel. Dat soort termen, daar speelt het zich in af. Maar dat heeft wel een bepaalde logica. Maar wat is dan je betekenis van consumeren? Want dat betekent natuurlijk van oudsher gewoon opvreten? Of... Nee, maar consumeren met twee emmen. Dus het voltooid. Het is een onvoltooid symbool. Zo zou ik het dan eventjes willen vertalen. Hmm. Onvoltooid in de zin van, jij luistert ernaar en brengt het nog tot... Ja, je brengt het weer tot leven door het te luisteren. Ja, je kan het niet afronden door een definitieve duiding of zo. Het is fundamenteel open. De betekenis is impliciet belichaamd. In kunst gaat het om belichaamde betekenis. Mm. En dat kan je expliciteren in woorden, maar dan draai je er altijd omheen. Je kan geen beschrijving van een kunstwerk geven die gelijk is aan het kunstwerk zelf. Dat is onmogelijk. De enige manier om dat te doen is het kunstwerk met zo'n 3D-printer nog een keer laten uitprinten. Dus dan kom je weer op de weg van het zwaard en de weg van de pen zijn wel echt twee... Dat zijn twee manieren van leven. Je kan de ene niet in de andere vertalen. Nou ja, het kan soms samenvallen in ja, activiteit. Maar het doet er geen recht aan ten diepste. Nou ja, je kunt het benoemen blijft altijd extern. Dat heb ik ook herhaaldelijk aangegeven. Het is de vinger die naar de maan wijst. Het is de maan niet, maar de vinger geeft je een indruk van in welke richting je het zou moeten zoeken als je die maan zou willen zien. Ja. Hier in verband houden, je komt op een gegeven moment te spreken over manabu, imiteren. En dan zeg je van, in het moderne Westen worden sinds het begin van de romantiek originaliteit, creativiteit en spontaniteit meer gewaardeerd. En ik moest hierbij denken ook aan die klassieke trits, dus translatio geloof ik. Dus dat is vertalen, imitatio en emulatio. Ja. Maar misschien nog even dat imiteren. Want aan de ene kant is het natuurlijk evident wat het is, hè, elkaar nadoen. Maar dat speelt in die sportwereld in ieder geval een heel belangrijke, heel belangrijke rol van elkaar nadoen. Dus niet lezen en dat dan in de werkelijkheid omzetten, maar spiegelen. En wat zegt dat over de wereld waarin wij, de cognitieve alledaagse wereld waar wij zijn komen te leven? Waarin we eigenlijk, wordt er niet te weinig geïmiteerd eigenlijk? Een inburgeringscursus is eigenlijk een cursus in imitatio. Naar school gaan, in mijn optiek ga je niet naar school om er iets van te leren, ik in ieder geval niet, maar om gesocialiseerd te worden. Ook weer door middel van imitatio binnen een peer group en ondersturing van autoriteiten. Dus heb je zo'n negatief beeld van school? Ja, ik heb meer het beeld van dat de docent die moet ook aanwezig zijn om jou te vertellen hoe een bepaalde theorie in elkaar zit. Die docent doet dat uit de doeken. En daardoor komt het binnen en kan je het imiteren in je hoofd. Dan kan je het ook het verhaal ook vertellen aan een vriend. En dan denk je ik begrijp het. Ja, dit is een heel persoonlijke opvatting. Ik bedoel,
ik heb altijd uit mezelf geleerd, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben en het leuk vind om iets nieuws te leren. Dus ik had niet de stok achter de deur nodig van een school. En aan de andere kant denk ik dat mensen die niet nieuwsgierig zijn, die werken gewoon om hun examen te halen en hun puntjes te zetten. En daarna vergeten ze het weer. Ja. Omdat die kennis niet echt beantwoordt aan een behoefte die ze zelf hebben. Hoe lig jij eigenlijk met je karatemeesters en zo? Gaat dat goed? Ben je makkelijk met zo'n meester in het accepteren van zijn autoriteit? Ik word daar eindelijk wat makkelijker in. Je suggereert tussen de regels door wel eens dat je te veel vragen stelt op de vechtmat? Ik stel vragen. En als iemand zegt dan dat werkt zus en zo, dan ben ik altijd wel de eerste om te vragen van ja, maar is dat nou wel zo? Voorbeeld, je hebt in de kata dat je een elleboogstoot zo geeft met je vuist verticaal. En dan kijk ik en dan zie ik als ik mijn vuist draai dat mijn biceps gespannen worden. Dan heb ik meer spanning in mijn arm. Dan vraag ik aan een docent van, maar waarom doen we het dan niet zo? Als je op straat iemand een tik geeft met je elleboog, doe je dat ook horizontaal. Dan is je arm het meest ontspannen. Ja, dat is dan waarschijnlijk weer zo'n oefening om ook weer binnen een extra moeilijke situatie toch de ontspanning te vinden. Ah, ja. Meer van kan ik er niet van maken. Maar ik stel dat soort vragen en ik ben ook gewoon een eigenwijs ventje. En wat ik nu de afgelopen jaren probeer te leren is gewoon hi sensei te zeggen. Gewoon gaan we mee aan de slag. Ja. Maar een groot verschil met andere dingen die we leren buiten sport is wel dat jullie toch met heel veel vaste formules werken, dus bepaalde stappen er helemaal in krijgen en dat corrigeren via dus het imiteren van iemand anders. En als je dat vergelijkt met hoe we op school leren, dan is die herhaling, de rituele herhaling, die is wel weg op school. Terwijl dat in die vechtsport nog helemaal, voor mijn gevoel, intact is. Of ja, romantiseren in de vechtsport. Dat is weer die Confuciaanse invloed. Dat is een drietrap systeem, dat wordt omschreven als Shuhari. Shu is volgen, imiteren. Ri is breken, dat je in die vormen die je hebt geïmiteerd een beetje je eigen weg vindt. Dit, als ik het net zo anders doe, dan tast ik de vorm niet wezenlijk aan, maar ik maak hem meer eigen volgens iets waaraan ik een zinvolle persoonlijke invulling kan geven. En ri, dat is het meesterschapsstadium. Dan heb je die vormen, dan is het geen imiteren meer, dan is het geen breken meer, dan sta je er zo ver boven dat je ze onbewust bekwaam in kunt zetten, om dat Maslow-beeld te gebruiken. Mm-hmm. Je hoeft er niet meer over na te denken, wat je doet is gewoon in overeenstemming met de principes van de weg. Maar daar zijn maar heel weinigen die dat stadium bereiken. Dat is niet de zwarte band? Nee, bij de zwarte band begint het pas. Dat is ook een misvatting. Nee, de zwarte band betekent dat je de basiswoordjes kent en dat je weet hoe je een zinnetje moet maken. Maar je kan er nog geen verhaal mee schrijven. Nou, dat is wel hoopvol dus. Want als je dus gaat karaten, dan is het mogelijk om nog de zwarte band te halen. Of is dat... Dat is voor iedereen mogelijk om een zwarte band te halen. Ik bedoel, mensen met talent zullen het iets sneller doen. Harde werkers komen er ook. Uiteindelijk kan iedereen zo'n zwarte band halen. Ja. Ook mensen met een motorische beperking. Ik heb ook wel eens een karateka gezien zonder benen. Het is een inclusieve sport. Het is, zeker zoals het in Nederland gedaan wordt, is het heel inclusief. Mm. Boeiend. Ik wil even tot slot naar de meer maatschappelijke schaal in je boek, die er steeds doorheen loopt. En soms maak je even een bits opmerkingje of zo, maar aan het eind komt dat meer bij elkaar. En dan komen we ook terug op dat vraagstuk van spanning en stress. En het heeft iets te maken met dat jij soms, je lijkt heel nuchter en tegelijkertijd durf je ook wel dingen te zeggen. Hè? Dus dan bijvoorbeeld zeg je van, ik ben een tijd aan het bijklussen geweest als verloskundige in de kraamkamer van een groot online woordenboek. Ongelooflijk hoeveel woorden je voorbij zag komen. En dan zeg je onder andere het woord cis-seksist. Mm-hmm. En dat is iemand die er klakkeloos van uitgaat dat een persoon met een penis tussen zijn benen een man is. Een vooroordeel zeker, maar toch geen onredelijke werkhypothese. Nou, dit is natuurlijk tegen het zere been van de wokies. Die zouden zeggen, ja, hallo, hier staat weer een hetero man. Een witte, hetero hoogopgeleide man met een
post-protestantse interesse in Japan. Die gaat een beetje kijken naar mensen die zich genderfluïde voelen. Dit is een groter debat, hè? Dus je ziet dat die taalgevoeligheid enorm aan het toenemen is. En dat er ook verwacht wordt dat wij straks bijvoorbeeld in plaats van hij en zij ook nog hen gaan hanteren. En jij maakt toch zo'n opmerking. Ik dacht, kun je eens toelichten vanuit jouw ontwikkelde methode, om maar zo te noemen. Hè? Dus jouw krijgskunstperspectief. Het is wel degelijk een filosofieboek. Kunnen we wel doen als dat het niet zo is. Maar het is eigenlijk een filosofie vanuit de krijgskunst. Mm-hmm. En maatschappijfilosofie ook. Hoe hangt dat nou samen? Dat jij zo'n soort kritische opmerking maakt of daarnaar kijkt vanuit die krijgskunst. Want ik kon dat nog niet helemaal bij elkaar brengen. Want ik ben het wel mee eens. Mm-hmm. Dat ik zou ook, als ik in die kraamkamer zou zitten, met terughoudendheid zo'n term noteren. Maar vertel eens daarover. Nou ja, we hadden het net ook al over dat idee van een non-identiteit en een zelfloos zelf. En ik zie daarin wel een bevrijding, ook van het denken in hokjes en het labelen en het etiketteren. En ja, aan de ene kant worden genderfluïde mensen, de LHBTI-gemeenschap, wordt dus gediscrimineerd vanuit de etiketten. En als reactie daarop worden er meer en verfijnde etiketten gecreëerd. Dan maak je dus steeds nauwere hokjes om jezelf in te zetten. Terwijl ik eigenlijk zelf geneigd ben om in te zetten op meer algemeen menselijk respect voor iedereen. In plaats van identiteiten cultiveren. Dus dat is de lijn. Het zelfloze zelf doet niet aan hokjes. Dat gaat op in het grotere geheel. Met respect en eerbied voor moest ik eruit halen. Nee, ik had in datzelfde stukje ook gezegd van ik ben een vriend van al wat wipt. dat is mijn ding, maar ja, zei ze van ja, het is toch al zo'n beladen stukje. Haal het er alsjeblieft uit. Dan. Oh, je had een gevoeligheidslezer. Meerdere. Ik heb hele gevoelige lezers laten lezen om ook te proberen mijn weg in die identiteitspolitiek, want ik weet dat het gevoelige kwesties zijn, om dat zo genuanceerd mogelijk te maken. Ik wil dus zowel de identiteitspolitiek ter linkerzijde als ter rechterzijde een veeg uit de pan geven. Dat het niet zo is van, oh ja, daar heb je er weer zo eentje uit het kamp van Baudet. Of oh jee, daar heb je er weer zo eentje uit de woke community. Ik wil buiten de hokjes treden. Nou ja, en die buiten die hokjes, dat. Laten we toch nog eens even zo'n hokje pakken. Bijvoorbeeld coronacritiek. We hebben hier heel wat coronacritiek besproken met elkaar bij de Nieuwe Wereld. En ik weet dat jij daar ook wel naar gekeken hebt. En volgens mij ook wel met instemming. Hoe kijk jij nu naar, vanuit jouw perspectief, naar die eenzijdigheid van het publieke discours over corona? Van vaccineren en lockdowns tot en met überhaupt dus spreken over kwetsbaarheid en de intolerantie voor andere perspectieven. Hoe zou jij vanuit jouw filosofie, vanuit jouw krijgsfilosofie, kijken naar eigenlijk het fenomeen intolerantie voor andere perspectieven op corona? Het is niet alleen op corona, het is op bijna iedere zwaarwegende maatschappelijke discussie dat zich heel snel een dominant narratief vormt en dat er eigenlijk geen discussie meer mogelijk is over dat narratief. Of het nou gaat over de terreuraanslagen in the wake of 9-11 of dat het gaat over corona of over de oorlog in Oekraïne. Het is al heel snel vrij duidelijk wat je als weldenkend mens verondersteld wordt daarvan te vinden. En wie er anders over denkt, wordt afgeserveerd. En dan denk ik, dan houdt de dialoog dus op. Dan kan je alleen maar nog maar een mutual admiration society beginnen. Nou ja, wederzijds elkaar imiteren en signalen afgeven dat je het met elkaar eens bent. Ja, en likes. Veel likes en schouderklopjes en bevestiging. Ik herinner me een telefoongesprek dat wij hadden. En toen zei ik zo van, een beetje hetzelfde punt in het gesprek als nu. Dat jij zoiets zei van, ja kijk, ik heb kritiek op links en rechts mensen. En toen zei ik zoiets tegen jou van, ja, links en rechts, wat betekent dat eigenlijk nou op tegenwoordig? Hè? Als iemand mij vraagt, ben je nou links of rechts? Zou ik zeggen, ja,
Ja, als je zegt, jij hebt met mij maar. Ik kan uitleggen dat ik rechts ben. Ik kan uitleggen dat ik links ben. Dat is niet meer te doen eigenlijk. En toen zei jij tegen mij, dat vond ik zo mooi. Zoiets als, moet je niet gewoon de samenleving indelen in mensen die gewoon consensusgericht zijn. En mensen die nog kritiek durven hebben. Ja. Is het niet al zo heftig? Dat mensen die nog zelf kritisch durven nadenken en gewoon de schapen. En dat is natuurlijk een heel grof beeld en een sterke belediging. Dus ja, je zou het niet meer helemaal... dan heb je de dialoog eigenlijk al, ben je al uitgetreden, omdat het onveilig wordt voor de ander, die dan zich als schaap weggezet voelt. Hoor. Dat is het probleem, ja. Maar je hebt wel dus... zo kun je wel. Je snapt wel dat veel mensen afhaken en toch naar de wereld aan het kijken zijn als dat zijn schapen die achter een leider aanlopen. Er zit wel een zekere waarheid in deze snelle veroordeling van mensen, denk ik. Ja, het is natuurlijk... het is een beetje lullig om te zeggen. Ik heb een tijdje gesurfd ook op BDSM-sites. En het is ongelooflijk hoeveel meer mensen er zijn die slaaf willen zijn... dan de mensen die meester of meesteres willen zijn. Oh, is dat zo? Ja, dit is echt totaal disproportioneel. Het zegt iets over hoe mensen met vrijheid en zelfbeschikking omgaan. Goh. Mensen hebben het op papier wel over dat ze het belangrijk vinden... maar in het dagelijks leven zijn ze vooral, om Erich Fromm te citeren... op de vlucht voor de vrijheid, the escape from freedom... En wat is de belangrijkste vlucht? Dat is het conformistische mechanisme. Ja. En dat is wat je ziet in deze processen. Als er zo'n monolithisch discours ontstaat... waarbij de antithese eigenlijk niet meer acceptabel is in de dialoog. Dus dat je alleen nog maar elkaar schoudersklopjes kan geven. Zowel de mensen binnen het dominante narratief... als de mensen die een afwijkend standpunt innemen... en dan bijeenkomen in hun eigen clubjes... om elkaar daar likes en schouderklopjes te geven. Kun je nog eens proberen om uit te leggen... hoe dit nou uit die krijgsfilosofie volgt? Of hoe die samenhang zit? Want ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je vecht... dan ben je dus bereid tot incasseren. Eigenlijk, daar komt het al op neer. Je bent aan het winnen, maar je beweegt mee met je tegenstander. Je moet incasseren. En dat zie je dus al in ieder geval bij de schapenmentaliteit... wordt dat heel lastig. Hè? Mensen zeggen al van nee, dat wil ik niet. Mm-hmm. Dat censureren we. Dus ja. Mensen zijn al radicaal allergisch voor de aanval. Hè? Ja. Dat lijkt me een duidelijke les al vanuit deze krijgsfilosofie. Dat je bereid bent om het gevecht aan te gaan, dus je ook geraakt wordt. Ja. Geraakt worden, dat is ook heel subjectief. Als je dit doet bij iemand, dan beginnen sommigen al te huilen. Terwijl anderen, die krijgen een peut en die zeggen van, dat was niks, ik kan nog veel meer hebben. Dus dat is heel relatief. Maar ik heb afgelopen jaar meermalen workshops gedaan bij Stichting Adamas in Amsterdam. Die begeleidt ex-gedetineerden, jonge ex-gedetineerden. Die hebben gezeten. Nou, en als je dan zo'n tijd moet zitten, dan heb je wel wat op je kerfstok. Maar die willen niet terugvallen in hun oude milieu. Dus die willen eigenlijk zichzelf omturnen. Hun leven een andere wending geven als buurtcoach, community leader. Ze willen een beter voorbeeld geven aan hun omgeving. En daar zijn dus hele trajecten voor opgestart... door Adamas. En in die traject heb ik dan workshops gegeven. En ik vertel daar wat. Deels van de ideeën die in het boek zat. Maar ik hou het heel beknopt. Want ik wil ze vooral laten werken. En dan laat ik ze pushing hands oefeningen doen. En dan zeg ik van laat het op je afkomen. Absorbeer het en geef het terug. Maar je ziet dan mensen die willen het blokkeren. Je ziet de aderen op hun armen opzwellen. Je ziet de spieren opzwellen. En dan zeg je, nee, je moet niet meer energie in zitten. Dan nodig is om je arm in de lucht te houden. Als je dat laat, energie laat varen, pop, dan valt je arm naar beneden. Maar op het moment dat je dit blokkeert, heb je de ander geblokkeerd... maar heb je jezelf ook vastgezet. Dus de dialoog houdt op. Dus de feedback die ik geef gaat vooral om de kwaliteit... van de psychofysieke dialoog die mensen voeren... Op een heel direct niveau. Iemand wil je een duw geven. Jij wil niet geduwd worden. Je kan er tegenin duwen. Maar je kan hem ook meenemen. En terugsturen. En dat is wat je in judo ook ziet. Het is echt deugdethisch eigenlijk. Hè? Dus hoe... Ja, het is deugdethiek in actie. Je voelt de woede opkomen. Omdat iemand anders jou aanvalt. En in plaats van die woede te beantwoorden zeg je... Nee, die woede daar verhoud ik me toe. Dus ik hou het af. Maar daarmee ontken ik niet dat ik boos word. Maar ik ben gewoon gedisciplineerd in mijn omgang met mijn eigen emoties. Ja. En wat ik probeer te stimuleren is dat de mensen een soort
noem het maar weer even, psychofysieke zelfwaarneming krijg. Van wat gebeurt er in mezelf? Schouders gaan omhoog. Oh, mijn tenen zijn gekromd. Er is ook zo'n oefening, die laat die mensen met hun voorste been tegen elkaar staan. Heel diepe stand. Dan moeten ze proberen om elkaar uit evenwicht te brengen. Zonder geweld. Het is geen wedstrijd, zeg ik dan. Op een gegeven moment lukt het ze om daar geen wedstrijd van te maken. Dan zeg ik, degene die nu uit balans wordt gebracht, die moet zichzelf voor straf 5 keer opdrukken. Want meteen verandert er iets in die mentaliteit. De oefening is exact hetzelfde. En ik laat ze even aanmodderen en ik zie hoe het verhardt en hoe het een en al geworsteld wordt. En vervolgens geef ik daar weer feedback op van wat zie je hier gebeuren, wat voel je? Ja. Dat is hoe je die krijgskunst kunt vertalen naar het soort manier waarop je met conflicten om kunt gaan in het dagelijks leven. En nogmaals, juist vanwege die criminele achtergrond hebben deze mensen natuurlijk vaak een hele conflictgerichte in plaats van conflictmijdende houding in dit soort situaties. Ja, dus als je je leven een andere draai wil geven, zul je in eerste instantie dat stukje zelf moeten veranderen. En dat is dus lichaam de cognitie. Met andere woorden, het is je lichaam, het is je geest en die umwelt. De omgeving en die drie eenheid, die noem jij ook wel de umwelt. Ja. Robert, dat was een heel gaaf gesprek. Kun jij voor de kijker nog even uitleggen, daar is de camera, wat nou de titel betekent? Wat de titel betekent? Ja. Van de weg naar de straat. Nou, de weg, dat is waar we het de hele tijd over hebben gehad. De weg van de krijg en de straat, dat is je dagelijks leven. Hoe vertaal je dat wat je bij zo'n weg leert naar de conflicten en de stresssituaties in je dagelijks leven? Dat zit in de titel besloten. Dus het zijn eigenlijk twee, hoe noem je dat, metonymia's. Dank Robert dat je hier was. Krijgsdenker of krijgsfilosoof? Nou, daar hou je niet van, hè? Nee, want het is weer een etiket. Ja. Nee, dus ik, en jij stroomt gewoon. Je hebt wel een identiteit, maar je wil er niet te veel nadruk op leggen. Ja, anderen vinden mij een heel, heel uitgesproken persoon. Dus dat is aan anderen om dat te zeggen. Ik probeer daar zelf niet te veel een beeld van te hebben. Maar is het nou omdat je gewoon op de schouders van heel veel reuzen staat ook hier? Je leermeesters, karate, de boeken die je leest. Is het ook de bescheidenheid? Ik geloof dat ik om mijn oude dag ook wel wat bescheidener en nederiger word. Ja, dat zeker. Ik bedoel, ik was vroeger een stuk arroganter dan nu. En ik voelde me ook een stuk arroganter. Aan de andere kant heb ik nu meer dan vroeger het gevoel van, ik heb eigenlijk niets te verliezen. En toch even hoor. En waar zit hem dat dan in? Niets te verliezen? Waar zit hem dat in? Omdat je al niks meer hebt. Of omdat je al niks meer bent? Ja. Ik heb geen geheimen. Bij mij staan alle deuren open. En dat merk je soms, als mensen allemaal geheimen hebben en verdrongen dingen. En dan begint er iemand te trekken of te duwen aan de deur. Maar die deuren zijn op slot, of die staan allemaal open. Dus iemand die tegen mijn deur aanduwt hier aan de voorkant, die vliegt er aan de achterkant weer uit. Ja, dat maakt je misschien ongrijpbaar. Ja, nee, je bent ook een beetje een zendmeester eigenlijk, hè? Ja, dat zegt mijn vriendin ook, maar dan denk ik, nou, ik kan emotioneel nog zo gigantisch uit de bocht vliegen en ik zou het ook niet anders willen. Dat is ook een etiket wat ik niet aan mezelf zou toekennen. Nou, Robert, geweldig dat je hier was. Over identiteit speculeren we niet verder en dat is dan ook ergens wel weer inspirerend, hè? Ja, nee, leuk om hier te zijn. Mensen, bedankt voor het kijken. Dat boek, Van de Weg naar de Straat, dat kun je zelf krijgen. Ik zou het toch echt wel degelijk zien als een filosofieboek over krijgskunde. En als je dus geïnteresseerd bent in karate en hoe iemand een denker daarover schrijft, een denker die ook vertaler is van Francis Fukuyama's boeken, geweldige boeken, met name zijn encyclopedieën, ja, dan moet je dit bekijken en geniet ervan. En vooral ook tot je laat het doordringen, want het is dus inderdaad het is een belichaamd boek eigenlijk. Het is een boek over belichaamde cognitie, zoals jij het noemt. Het zou, als je het goed gebruikt, zou het een begin van een weg kunnen zijn. Een vinger die zegt, probeer eens die kant op te kijken. Maar bedoel, dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Bedoel, je bent niet verlicht na het lezen van zo'n boek. Nee, maar dat is waar. Maar de andere kant is natuurlijk van, het geeft licht, het geeft ruimte. En dan, je komt een nieuwe wereld in ermee. Ah, daar heb ik hem. Dat was de vraag die ik wilde stellen. De nieuwe wereld. Jullie noemen jezelf de nieuwe wereld. Is dat een beetje
ironisch, cynisch, zoals Brave New World van Aldous Huxley? Of is het meer utopisch, idealistisch van, wij gaan hier vormgeven, in ieder geval in concept, aan een nieuwe wereld? Nou, dat is een hele goede vraag, Robert, dat je die stelt. Ik denk, kijk, voor ons staat er ook een vraagteken achter, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus het is niet duidelijk. En toen wij de nieuwe wereld bedachten als naam, toen was het enthousiasme omarmen van een totaal nieuwe wereld vanuit een bepaalde agenda voor transformatie was ook niet zo duidelijk. En dat is inmiddels wel duidelijk, maar toen was voor ons al de intuïtie dat de wereld eigenlijk anders georganiseerd zou moeten zijn. Maar toen leefden we meer in een, laat ik zeggen, neoliberale orde. En nu leven we meer in een tijd van technocratie. Waarin de staat zijn greep heeft op de wereld. En allerlei ideeën, puristisch en activistisch, worden gecommuniceerd door instituten. En schrikken wij wel van de nieuwe wereld die daarmee bedoeld is. Dus daarom zeg ik even, de nieuwe wereld ook wel met een vraagteken. En tegelijkertijd zou ik willen vasthouden aan die term, aan die naam. Omdat ik we kunnen ook niet zomaar terug naar de wereld van waar we vandaan komen. Hè? Dus sterk economistisch bepaald, mensen die niet meer in rituelen denken, spiritualiteit taboeïseren, niet integraal denken als wetenschapper. Dat is ook allemaal problematisch. Dus ik denk echt dat we naar een nieuwe wereld moeten. Maar die nieuwe wereld is inderdaad ook opgepikt door die kapitalistische en overheidsfunctionarissen met hun visies. En daar schrik ik natuurlijk ook van terug. Dus de nieuwe wereld, maar met een vraagteken. Ja, ja. Is er trouwens nog het gesprek? Ja, ja. Oké. Ja. Dank je wel. Nee, dan pas ik op mijn woorden. Hey, wil je nog wat zeggen? Nee, niet per se. Nee, er is genoeg te zeggen, maar we moeten natuurlijk ook een keer... We gaan het nu echt afsluiten, Robert. Hé, hey, Jelle. Leuk gesprek. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.